Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een PR pakketjes unboxing. Deze was aangevraagd en het is voor mij echt super lang geleden dat ik zo'n video als deze heb opgenomen. Ik deed het 4 jaar geleden al, maar ik heb heel veel oude video's verwijderd. Dus ik dacht, weet je, ik ga een weekje mijn pakketjes opsparen en vandaag met jullie samen unboxen. Bij het grootste gedeelte heb ik geen idee wat erin zit. Sommige pakketjes had ik al geopend voordat ik ze ging bewaren, dus dat laat ik ook aan jullie zien. Maar het grootste gedeelte is eigenlijk dat ik ook geen idee heb wat erin zit. Dus ja, ik ga ze samen met jullie uitpakken. Voordat ik begin met unboxen, begin ik eigenlijk met een disclaimer. Ik ontvang deze perspakketjes voor mijn website pinkit.nl. Het zijn voornamelijk beauty- en huidverzorgingsproducten, denk ik. Er kan af en toe iets bij zitten, iets van lifestyle, iets van eten, iets voor kinderen, dat er voor sterren wat bij zit of wat dan ook. En de bedrijven en merken sturen dit uit zichzelf op. In de hoop dat ik er wat over ga schrijven op pinkit.nl, op mijn Instagram wat post of op YouTube of waar dan ook, weet je, dat ik er het erover heb. Ik word hier niet voor betaald, de producten heb ik wel ontvangen en deze video is ook niet bedoeld om te laten zien van kijk wat ik heb gekregen en opschepperig, zo ben ik niet. Maar meer als van deze producten zijn nieuw, kun je binnenkort krijgen of zijn te koop. Meer als informatie en echte producten wat ik ervan vind, lees je vanzelf misschien terug in die review. Dus dat wilde ik even bij zeggen. En nu gaan we beginnen met unboxen, want ik vind zelf ook altijd wel, ben altijd wel nieuwsgierig wat erin zit. Dus laten we beginnen. Met deze witte doos, ik ga hem eerst even openmaken. Het openmaken doe ik niet op camera, dat is altijd zo gedoe, dus dat ga ik eerst even doen. En dan kom ik zo terug. Het eerste perspakketje is van Louis Widmer, als ik het goed uitspreek. Dit is van een persbureau waar ik al jaren mee samenwerk en dit merk is nieuw in hun portfolio. Dus ja, ik ben er ook nog niet heel erg bekend mee. Er zit een boekje bij met wat producten en informatie, dus die ga ik straks even doorlezen. Het persbericht zit erbij. Meestal sturen ze persberichten digitaal, maar ook op papier geprint. Dus die, maar dat lees ik digitaal wel, dat vind ik zelf iets makkelijker. En er zit een heel gaaf knalgeel tasje met roze details. Ik vind het tasje alleen al leuk. Die ga ik met z'n even openmaken. En hij zit vol met producten met zonnebrand, denk ik. Want ja, ik ga het er even uithalen. Ik ben dus ook nog niet bekend met dit merk en ook niet met de producten. Dus over de werking kan ik niks zeggen. Maar nogmaals, daarvoor zijn echte reviews op Pinkit bedoeld. Ik heb hier een aftersun voor elk huidtype. Kijk of ik hem open kan maken. Of ik kan. Is wat leuker dan alleen maar een doosje te zien. Kijk aan. Aftersun. Een 50 plus zonnebescherming. Dit gebruik ik graag. En een 30 plus voor het gezicht. En ik zie dat er ook wat bij zit voor sterren. En namelijk een Kids Protection Cream. En ja, het ziet er zo uit. Het ziet er heel grappig uit. Sterren gebruik ik gewoon de volwassen versie. Maar deze kan zij gebruiken van de zomer. Ik moet eerlijk zeggen, het duurt nog even voordat ik dit kan testen. Want het is nog niet echt zomerzonnig weer. Maar komt vanzelf. Dus dankjewel. Ik ga snel naar het volgende pakketje. Dit een beetje opruimen. En dan kijken wat in het andere pakket. Dit pakketje verder openmaken. Het pakket recycle ik trouwens altijd op papier. Want kijk, er zit een nieuwe Dove Purifying Detox Green Clay body wash in. Er zit geen persinformatie bij, maar die heb ik van de week ontvangen op de mail. Dus dit is het product wat erbij hoort. Een nieuw body wash met 0% sulfaten, SLS, parabenen. Dus ja, als je daarop let. Het ruikt gewoon heel neutraal of zo, heel zacht, subtiel. Ik ga niet knijpen, want net deed ik dat, dan kwam het in mijn neus. Dat heb ik er even uitgeknipt, hopelijk. Het ruikt wel lekker. Ja, ik ben benieuwd. Ga ik ook proberen. En dan naar het volgende pakket. Ga ik ook weer even openmaken. In doos, even kijken hoor. Maak open en zie je er zo jong uit als je voelt. Van Nivea. Wat is heel leuk ingepakt. Nou, dan gaan we eens even openmaken. Het openen van perspakketjes voelt natuurlijk wel altijd als een cadeautje. En het is ook altijd hartstikke leuk en lief. Maar verwacht niet dat je dan heel veel mensen zeggen, oh leuk, gratis producten. Maar ik werkte natuurlijk wel voor merken en bedrijven verwachten wel dat je
er foto's van maak, artikelen over schrijf, reviewen, testen. Ik zit nou echt heel rond om dat pakketje open te maken. Maar ik heb geen schaarbaardans. Even kijken. Oh, wat leuk! Tips voor een mooie selfie. Nou, ik heb een hekel aan selfies, maar tips. En dan... Okay, een hele doos vol. Voor de 65 plus vrouw. Ik ben 30. Nee, maar dat geeft niet. Even kijken hoor. Dit is een lijn voor de oudere dames en heren. Want heren kunnen dit natuurlijk ook gebruiken. En het heet de Nivea Cellular Filler plus Elastici lijn, denk ik. Het ziet er zo uit. En daarvan heb je een dagcreme. Kijk, het potje. Ik ga niet alles openmaken nu, want... Anders is straks een video van een half uur. Maar dat ziet er gewoon zo uit. Net zoals de andere lijnen van Nivea. Maar ik vind de rosé-gouden koperen kleur vind ik echt heel erg mooi. En er staat al voor de 65 plus uit. Maar mijn 30-jarige huid gaat ook wel wat huidverzorging gebruiken. Voor de ouderen. Even kijken. Er zit een dagcreme. Een nachtcreme. Een serum. Een voedend olie elixir. Zit dan? Dat ken ik dan weer niet. Oeh, dat ziet er lekker uit voor de huid. Ja. En er zit er nog iets in. Kijk, Nivea is gewoon te koop bij de drogisterijen. En ik zal zo even kijken of een beetje wat prijsjes. Oh, selfie ring light. Ja, heel stom. Dit wilde ik nog heel graag. Ik wilde het al bij Ali bestellen. Maar niet voor de selfies, maar gewoon voor wat meer verbeterde verlichting. Nou ja, selfie ring light, dat maak je straks wel open. Het gaat natuurlijk om de producten. Maar deze zijn... ik denk binnenkort verkrijgbaar. Er staat nog geen informatie verder bij met wanneer. Maar die van je kennen, ligt dit binnen een maandje wel in de winkels. Dus mocht je voor de rijpere huid, goede huidverzorging die betaalbaar is, zoeken Nivea, zit je eigenlijk altijd wel goed. Ik ga dit even weer netjes opruimen en dan gaan we verder naar het volgende pakketje. Dit heb ik al uitgepakt, dit was vanwege binnengekomen en toen had ik dus nog niet bedacht van ik ga het filmen. Ik had wel de vraag gehad via social media, maar ik had het al uitgepakt. Want ja, ook ik ben nieuwsgierig en enthousiast als er pakketjes binnenkomen. En er kwam een tas vol producten van Blue M. Oxygen for Health. En Blue M Care is voor de mondverzorging. Nieuw merk. Ik ken het verder ook totaal niet. Of tenminste een nieuw merk bij dat PR-bureau. Dus, maar er zit heel veel tandpasta's in. En kijk, hele basic, clean verpakking. Het ziet er wel heel netjes uit. Maar ik kan er gewoon nog heel weinig over zeggen. Want ik heb het merk nog nooit geprobeerd. En ik heb dan een beetje gewacht met deze video voordat ik ga testen. Dit is een oral foam. Dus ja, schuim voor in je mond. Als een soort mondwater, maar dan de schuim, denk ik. Ik vind dit wel heel bijzonder. Ik test natuurlijk allerlei soorten beautyproducten en daar hoort ook mondverzorging bij. Nou, er zit een tandenborstel in. Er zit een zonder fluoride, een tandpasta. Er zit een hele grote fles met mondwater. En ik kan je zeggen, ik was dit pakketje aan het openmaken. Het ruikt ook zo als bij de tandarts. Zeg maar zo fris. Dus ik heb echt een hekel aan de tanden. Dus ik was dat pakketje aan het openmaken. Oh, die geur. En toen keek ik naar het product en dacht ik, ah, goede mondverzorging is altijd welkom. Nou ja, dat. En er zit nog meer in. En er zit nog een wound support. Dus als je een wond hebt of zo. Ik heb echt geen idee. Dit ga ik nog even kijken hoe en wat. Want dat weet ik ook niet. Tand- en botformule. Volgens mij zijn dit supplementen. Dacht ik. Ja. Nou. Voor 30 dagen supplementen. Voor de versteviging, denk ik. Of de verbetering van je mond en tanden. Ik heb echt nogmaals geen idee. Dus een mondspray. Handig voor je handtas. En een. Nou ja, nog zo wond support. En dan in mini. Denk voor op reis, vakantie of wat dan ook. Dus ja, de komende maanden stink ik niet uit mijn mond. Heb ik goede mondverzorging en geen gaatjes, hoop ik.
Ja, dat komt ook terug. Ook dit ruim ik weer even op en dan gaan we weer verder naar de volgende. Ja, mochten jullie ondertussen nog denken van, ja, ik wil daar graag een review van zien. Of ik wil daar graag een video over zien. Of iets anders meer uitleggen over een bepaald merk. Laat het hieronder achter, want dan kan ik daar ook rekening mee houden. Ik weet nu van heel veel producten nog geen prijsjes of niks. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Staat ook niet overal bij. Dus daarom zeg ik van, als je dat echt wil weten, hou pinkie.nl gaat voor de reviews. Want daar zet ik het wel allemaal bij. Ingrediëntenlijsten, verkrijgbaarheid, prijzen. Dus dat is even... dus gewoon echt om te laten zien wat is er nieuw. Wat komt er in de beauty afdeling op diverse winkels en zo. Dus nee, genoeg geklets op naar het volgende. Een roze pakketje, weer zo leuk even verpakt van het merk Body Bloom. Dit is nieuw te koop bij de Douglas onder andere. En ik ga het even met jullie openmaken wat erin zit. Ik weet het al, maar het stond op het kaartje. En ik wist het al dat ze me gemaild hierover hadden. Even kijken. Waar ik nou het mesje heb gelaten. Goed georganiseerd. Ja, daar. En dan volgende keer toch een scherm. Dat gaat wel makkelijker. Even kijken. Het ziet er in ieder geval al onwijs leuk uit. Ik ga dat doosje ook gewoon bewaren in mijn beautykamer. De roze verpakking is altijd welkom. Even kijken. Er zit in een Body Bloom koffiescrub. Grapefruit. Oh, lekker. Ik hou van koffiescrubs. En ik hou van grapefruit. Van grapefruit, dus heerlijk. Ik weet dat deze scrub, ik weet ook niet of dat met deze formaat is, maar Body Bloom scrub staat rond de 21 euro. En er stond hier al nummer 1 koffiescrub. Ja, dus ik ruik nog niks. Ik denk, even kijken of het ruikt, maar ik ga het nog niet openmaken, want ik wil er foto's van maken. Maar het ziet er wel al heel tof uit. Prins heb ik een hele mooie lipstick ontvangen. Dit is de Jolie Rouge Lekker. Is een nieuw product. En het ziet er alleen al... Kijk, zo moet die. Prachtig uit. Nou ja, zo... Ja. Ik dacht dus het in het begin... Want ik heb deze al op de foto gezet. Want ik was gewoon te nieuwsgierig. Ik dacht, dat is een liquid lipstick. Maar toen las ik op het doosje dat het een intense lippenbalsem is. Zo, of lipbalm, zo wordt het. Maar het is gewoon echt wel een creamy lipstick. Maar... Je moet eraan trekken. Dus ik dacht dat het een liquid lipstick was. Ik was al aan het draaien. Ik denk, waarom gebeurt er niks? Het is gewoon een dop. Aan de dop kun je wel zien welke kleur het gaat. Al vind ik wel dat als je kijkt naar dit en dit, is deze lichter. Het lijkt een beetje oranje. Schok van de kleur. Maar het is echt een hele mooie, hele nette rode kleur. Echt super mooi. En als je mij al wat langer volgt, weet je dat ik gek ben op liquid of lipsticks. Liquid lipstick, gewone lipstick, allerlei soorten lipstick. En dat ik een zwak heb voor Clarins. Dus de verpakking alleen al is prachtig. En ik ben deze al aan het testen. Dus de review komt denk ik aankomende week online. Dit is trouwens kleur 742 L staat er. Dus ja, die. Nou, super blij mee. En omdat we, ik heb een paar dingen uitgepakt, die doe ik nou eerst wel even. Pakketjes liggen wat verder weg, dus die doe ik zo. Van Filorga, dat is ook een heel mooi huidverzorgingsmerk, heb ik de Time Filler Night ontvangen. Dit is een nachtcreme denk ik. Ik heb echt geen idee nog, want ja. Ik krijg hem niet open. Oh. Kijk, hij zit nog dicht. Dus ik kan dan niet laten zien. Filorga gebruik ik sinds een jaar of... anderhalf en een hele mooie huisverzorging. Er zit wel een prijskaartje aan, maar ik betaal liever wat meer soms. Dat ik zeker weet dat het goed is. Nivea en andere, er zijn nog meer goedkope merken die ik ook graag gebruik. Maar Filorga is toch wel een van de favoriete high-end producten. High-end merken. Deze is volgens mij al te koop bij Easy Paris XL. Maar nu dat ik hem laat zien, kan ik foto's maken morgen en kan het testen beginnen. Het duurt al een paar weken. Huidverzorging test ik altijd minimaal 4 weken. Dus het duurt minimaal nog een maand voordat ik hier een review over online heb. Maar er komt zeker een artikel over. Dan heb ik ook een pakketje ontvangen van Beauty Kitchen. Ook alweer zo'n mooi toffe merk. Met de Berry British Sustainable Beauty Oil. Olie. Leuke verpakking. Die doe je omhoog. En dan zit hier de olie in. En ik vind die verpakking zo tof. Echt. Ja, ik ken het merk al wel een tijdje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet heel veel van geprobeerd heb. Wel zeg maar ook die hartjes die je in de voetenbad kan doen of in het bad zeg maar. Die vind ik echt super lekker ruiken. Maar dit is de olie. Dan heb ik een facial moisture cream. Ik kan dat eerste woord echt niet uitspreken.
Dat doe ik in het artikel wel goed neerzetten. Maar die. En een Seahorse Plankton 5 Minute Miracle Mask. Ik ben gek op maskertjes. Dus hier komt ook een artikel over online. Heerlijk om te testen. Ik kom gewoon huidtekort om alle huidverzorging te testen. Maar ja, daar neem ik gewoon lekker de tijd voor. En dan het laatste pakketje. Ik heb er nog een paar staan. Maar die bewaar ik op voor de volgende keer. Of die doe ik op Insta-stories unboxen. Ik wil ook niet dat deze video te lang wordt. En te veel informatie of wat dan ook. Dus dat doe ik of een andere keer. Of volg mij op Instagram pinkit.nl. Dan kun je het ook, zeg maar, de sneak previews zien op de Insta-stories. Het laatste pakketje is van Termé. Ik wist dat het eraan zat te komen, want ik mag dus op Instagram ook deze lijn weg gaan geven. Dus mocht je deze video zien en denken van, hé, ik heb ook wel interesse in die lijn. Kijk dan sowieso ook even op Instagram. En wie weet heb je nog geluk dat de winactie open is. Dan kun je eraan meedoen. Maar dit is de nieuwe lijn. Termé Fin Sauna lijn. Nou, het klinkt al geweldig. Ik heb het product nog niet geprobeerd, dus ik ga het nou uitpakken. De lijn bevat een badolie. Een hele grote pot body butter. Oh, heerlijk. Termé heeft zulke fijne producten. Ik vind ook de Pink Saigon lijn heel erg lekker. Oh, die geur. Ah, ja. Die ga ik straks gelijk proberen. Het ruikt echt lekker. Net alsof je, als je heel erg verkouden bent en je gaat boven zo'n pot hangen. Je luchtwegen zijn gelijk maar open. Dan heb ik ook een Fresh Body Gel Soufflé. Een Fresh Shower Gel. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wel een grote lijn ook, of niet? Een Shower Gel. Een Foaming Shower Gel. En als laatste een Fresh Shower Scrub. Mocht je dus benieuwd zijn naar deze lijn, ook weer de reviews komen op pinkit.nl. En deze kun je dus winnen op mijn Instagram account. Ik weet niet of de foto online staat als je dit ziet. Er moet op een bepaalde datum, moet ik even uitzoeken allemaal. Maar hou mijn Instagram even zeker in de gaten. Ik heb deze week weer genoeg leuke beautyproducten binnengekregen. Ik ben er echt heel erg dankbaar voor. Dus dankjewel alle lieve merken, bedrijven en PR-bureaus voor het toesturen van deze producten. Wie weet zie je binnenkort een review op pinkit.nl. Zie je iets op mijn Instagram of waar dan ook voorbij komen. Hou me zeker in de gaten, zou ik zeggen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je dus ergens echt een review over zien waarvan je zegt, ja Bianca, bijvoorbeeld die Clarins lipstick, wil ik sowieso een review van overlezen. Of die Beauty Kitchen of die lijn van Nivea. Laat het dan ook even weten, want dan begin ik daar zeg maar als eerste mee. Dat, ja, daar probeer ik dan rekening mee te houden. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doeg allemaal!